wat te doen in december in de tuin. Maar eerst misschien beter wat niet meer te doen in december in de tuin. Het snoeien van coniferen, oftewel de rigoureuze snoei. Wat je hier ziet, dat mooie compacte, is de bescherming tegen vorst, tegen koude wind. Als je daar gaat snoeien, gaat hij eigenlijk open en kan hij alleen maar schade krijgen. Dus laat hem lekker met rust, van de wind, na de winter ga je hem pas verknippen. Zijn jasje is dit eigenlijk, zijn winterjas. Dit is inderdaad zijn warme jas. Wil niet zeggen dat je er helemaal niet aan mag zitten, want kijk, deze kant is er eentje. Die is nog heel open van structuur. Zitten daar nou lange scheuten aan, die in de weg hangen, wat dan ook, knip dan rustig wat weg. Daar krijgt hij natuurlijk niks van. Ditzelfde principe geldt ook voor wintergroene hagen. Zoals deze Lonicera nitida. Lange scheuten, knip je rustig nog even weg, maar maak hem nou niet te kort. Laurier, precies hetzelfde. Zo'n lange scheut, ach, knip weg. Maar ga hem niet helemaal compact maken. Dat doe je het liefst aan het einde van de winter. Aucuba, nog zo'n heel mooi voorbeeld. Laat hem lekker dicht, laat al dat blad eraan. Niet te kort maken. Hetzelfde geldt voor de conifeer daar. Oh, hier nog één. Kijk. De Aeonimus, de kardinaalsmuts, de wintergroene. Laat het lekker gaan. Na de winter ben je in de beurt. De rhododendron, ook nog weer zo één. Na de bloei ga je hem pas snoeien. Kortom, alle bladhoudende planten, de grote snoei doe je pas na de winter. Hou je een beetje in. Maar wat mag je dan allemaal wel doen in december? Nou, er mag best wel heel veel gesnoeid worden. Laten we eens beginnen met de border. Alle vaste planten zijn zich nu aan het opmaken voor de winter, aan het voorbereiden. Al dat bruine blad wat je ziet, ja, dat geeft niet aan dat die plant doodgaat. Nee, boven de grond sterft hij af. Meestal, want je hebt ook wintergroene vaste planten. En in de grond, die wortel, die overleeft. Maar dit is ook weer de bescherming van de plant tegen de vorst. Dat geldt eigenlijk voor alle vaste planten. Neem bijvoorbeeld deze phloxen. Die staan nog gewoon een meter hoog. Het wordt allemaal bruin. Nou is het niet zo dat je het niet mag wegknippen. Maar toch is het beter om het niet te doen. Want al dit blad, dat valt op de grond. Dat zet zich om tot organische stof. Worden uiteindelijk voedingsstoffen. En het is de bescherming voor de plant, had ik al gezegd. Maar ook bescherming voor het dierenleven wat je in je tuin hebt. En sowieso, heb je nu nog wat in de wintermaanden? Je staat nog ergens tegenaan te kijken. Dus als dit jou zo irriteert, dat je denkt van ja, ik kan hier helemaal niks mee. Oké, be my guest. Haal het dan weg, ruim het een beetje op en gooi er wat oud blad overheen. Maar als je denkt, ja, ik heb toch iets meer met de natuur, of in ieder geval, ik vind het belangrijk om dat in stand te houden. Laat het dan rustig afsterven, inzakken en van het voorjaar pas alles weghalen. Er zijn ook een heleboel dingen in de tuin die je in december wel mag doen, maar niet per se moet doen. Daar heb je eigenlijk de hele winter nog wel een beetje voor. Neem bijvoorbeeld de oude bloemen van de boerenhortensia. Vind je het een rommeltje? Knip dan die oude bloemen er gewoon uit. Klein stukje van de steel neem je mee, ruimt het lekker op. Hetzelfde geldt voor die hedera's in de tuin, die veel als haag worden aangeplant. Je gaat hem niet streng terugknippen, maar als die lange scheuten jou in de weg zitten, knip het eraf. Braam, framboos, maar ook de klimrozen, die kunnen hele lange, dikke scheuten maken in een jaar. Als je dat laat zitten in de winter en je krijgt sneeuw en storm, dan kan het op een gegeven moment uitscheuren. Knip, dat hebben ze hier ook gedaan, knip die lange enden er gewoon af, de helft, 2/3 knip je weg. Dan blijft er zo'n stok staan, is hij een stuk sterker. Olifantengras, Miscanthus giganteus, een waanzinnig ding, 3,5 meter hoog. Ja, ik vind hem wel mooi, maar ja. Het kan ook zijn dat je denkt, mwah, best een rommeltje. Weet je, knip het dan weg. Het mag, die plant krijgt er niks van. En dat oude blad wat daar een beetje onder zit, laat je liggen. En wil je dat ook weg hebben, gooi er wat oud blad voor terug. Nou, zo zijn er dus een heleboel dingen die je mag doen, maar niet per se moet doen. Vanaf nu kunnen alle bladverliezende hagen weer worden gesnoeid. En drastisch worden aangepakt als het nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de meidoornhaag, de esdoornhaag, de bladverliezende ligusterhagen. De beukenhagen, of in dit geval bijvoorbeeld de haagbeukenhaag, de Carpinus betulus. Als die jou nou te breed worden, dan mag je die streng terug gaan knippen op het moment dat het blad er eigenlijk af is. Dat bruine blad, dat doet niks meer, hè? Hoef je niks van aan te trekken. Het principe is eigenlijk heel eenvoudig en voor al die bladverliezende hagen hetzelfde. Waar jij hem knipt, loopt hij van het voorjaar weer uit. Niet over twijfelen. Dus je kunt hem in de breedte behoorlijk terugknippen, maar ook in hoogte. Deze is 2,5 meter en jij denkt, wow, weet je wat, ik vind 1,80 wel genoeg. Knip er dan gewoon een end af.
als ik deze stam hier, zeg maar voor een derde inknip, gewoon de derde eraf haal, dan komt hij op deze hoogte. Van het voorjaar gaat hij daar weer allemaal nieuwe scheuten op maken en uiteindelijk klimt hij weer omhoog, waarna jij hem weer tegen mag houden. Nou goed, de wintermaanden zijn bij uitstek geschikt hiervoor. Lekker voor het voorjaar. Als die plant, als het gaat vriezen, dan krijgt die plant niks van, hè. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Gewoon snoeien, de vorst gaat eroverheen. Prima, van het voorjaar loopt hij gegarandeerd weer uit en dan krijg je vanzelf weer een mooie dichte haag. Wat is het nadeel? Als je er niks aan doet, is hij weer mooi gesloten. En als je hem streng hebt teruggeknipt, zal hij toch eerst allemaal nieuwe scheuten moeten maken om vervolgens weer een mooie dichte haag te worden. Maar ja, je hebt hem dan wel verkleind. Dat is het voordeel. Dan nog even wat korte reminders voor de maand december. Vergeet je waterkraan niet af te tappen. Pak je kwetsbare planten en je potten in met noppenfolie, vliesdoek, jute om ze te beschermen tegen de vorst. En de maanden december, januari, februari, maart zijn plantmaanden. Dus wil je bomen in de tuin, grote struiken, hagen aanplanten, de komende maanden, dames en heren, is planttijd. Dat vind ik zo fijn. Zo, voor ons, hoveniers, krijgen we het lekker druk.